Maar is het nou een degradatie dat je VAR bent? Of is het de bedoeling, wat jullie misschien wel schetsen, dat je straks op een verjaardagsfeest kan zeggen, ik ben de VAR? Dat je, hè? Nee, maar dat vertel je toch niet buiten de deur? Nee. Er zijn twee dingen die je niet vertelt buiten de deur. Ik heb nog nooit iemand horen vertellen ik ben pedofiel. En ik heb nog nooit iemand horen vertellen ik ben VAR. Nee. Dat staat op gelijke hoogte, zeg jij. Nee, maar dat is vierde man die heeft nou iets gekregen wat nog erger is. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat is geen feest om dat ergens op een verjaardag te vertellen ik ben VAR. Maar toch, die gaan het uiteindelijk gaan ze toch bepalen. Dat gaat het toch niet tegenhouden. Nou, ze bepalen nu al heel veel. Ik zie dat ook helemaal voor me, zo'n man. Die gaat 's ochtends van huis met zijn tas. Ja. En dan komt hij in zij staan. En wel zijn voetbalkleding mee. Ja, ja, komt hij in zij staan. Dan zit hij waarschijnlijk in een kleedkamer. Ja, denk het wel. Dan gaat daar kleedt hij zich om. Ze moeten wel die kleding met andere varretjes. Ja. En dan gaan ze natuurlijk warm lopen. Nee, dat doen ze niet. Nee. Nou, wel met je hoofd. Nou, dat weet je niet. Ja. Misschien lopen ze wel van de kleedkamer naar de geblindeerde hokje. Nee, maar die nek moet ook los en zo. Ja, dat ze. Ja. Je moet wel snel kunnen kijken, ja. 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 En dan in scheidsrechtszuster nu. En maar, dan moet je daar achter de tv gaan zitten. Maar René, na afloop, wat denk je? Douchen? Ja, douchen. Ja, ja. Ja, zo 100%. Nee. Ja. Hygiëne bovenal. Ja, dat is waar. Ja. Douchen. Maar it is... En nog even evalueren. Ja. Het is ook heel erg ook allemaal, hè? Ja, maar... Varnetje. Ja. Laat nog één ding zeggen. Het lijkt me zo kinderlijk eenvoudig. Ik zit daar in Grollo in mijn tuinhuis. Ja, sigaartje erbij. En sigaartje erbij, poten op tafel. Ja. En ik zie zo'n overtreding 3 keer langskomen. En dan zie ik precies wat er gebeurt. Ja. Ja, maar Johan, het is toch geen al zou hij hem op zijn hak getrapt hebben... dit is geen ernstige overtreding. Nee. Hij raakt hem. Nee, maar zouden die mensen er rekening mee houden dat dat jongens zijn... die de kost verdienen met voetbal? En als iemand zich ernstig misdraagt, dan moet hij geschorst worden. Maar dit soort kleine, nietszeggende botsingjes om rood te geven... want waarschijnlijk heeft die VAR weer in zijn oor geroepen. Ja. Hè, ja. Want eerst deed hij niks en dan huppakee... Toch vind ik wel dat jullie het vak van die scheidsrechters en grensrechters een beetje belachelijk maken. Want die jongens werken er hard voor. Doen er veel aan, trainen ook veel. Nog een sport, kijk hier. Zullen ze ook een sportmaaltijd nemen, die maar mensen? Maar ja, dat zal het wel. Maar kijk, maar nee. Dat is hij. Oh, vlaggetje. Hier, kijk hier. Een vlaggetje. Ja. Nog eentje. Ja, kijk. Ja. Ja, oh. Oh. Ja. Ja, je wilt toch niet dat dit uitgezonden wordt eigenlijk? Ik bedoel, ze zullen heel veel ervan ballen. Weet je waar we dit een beetje aan doen denken? In Dordrecht, er worden politieagenten opgeleid, hè? Ja. En dan af en toe gaan de stoplichten uit en dan zetten ze er een gozer in. Dan zie je files, jongen. Dat wil je niet weten. Dan zie je 800 meter auto's. Terwijl normaal bij die stoplichten... Niks. Dan denk ik, er gaat iets verkeerd hier, weet je wel. En die krijgt zo'n opleiding dan. Wakkerlie dat. Ja, die wakkerlie. Nee, maar die VAR, ja, sportmaaltijd voor de dingen. Ja. En kapot, hè, na afloop. Na afloop. En gelijk bellen, hè, naar de vrouw. Ja. En hoe was de VAR? Ja, prima. Nee, maar wat heel bepalend is... En die zitten er thuis ook tv te kijken. Ja, zegt, ja nee, dat is niet goed natuurlijk, ja. Kan het weer even een serieus... Wat heel bepalend is natuurlijk... als er een scheidsrechter met enige status op het veld loopt... en een onervaren varretje... Dan is dat moeilijk communiceren. En je kunt het ook omgekeerd hebben. Een onervaren scheidsrechter en een Bas Nijhuis... die nu geblesseerd is als VAR... die jongen zal blindelings opvolgen wat Bas adviseert. Ja. Dat is niet goed. Een scheidsrechter op het veld die moet zoveel personality hebben... dat hij de baas op het veld blijft, wie er ook als VAR bij zit. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien, dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Veronica Insight.